Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis, met in deze video Hugo de Groot in de hoofdrol. Hugo de Groot was een grondlegger van de natuurrechttheorie in de moderne tijd. In een eerdere video hoorden we van Thomas van Aquino. Deze gebruikte de natuurrecht om onder andere te beschrijven wanneer recht ook rechtvaardig is. Hugo de Groot had echter een modernere kijk op de natuurrechttheorie. Laten we eerst eens kijken naar de basisprincipes van de natuurrechttheorie van Hugo de Groot. Volgens de Groot is het natuurrecht onveranderlijk en eeuwig geldig. Hij schreef veelal over natuurrecht in tijden van oorlog en wetten van internationale staten. Hij vond dat internationale wetten dienden te berusten op deze eeuwige en onveranderlijke beginselen van het natuurrecht. De natuurrechttheorie van Hugo de Groot was een modernere variant. Dat komt omdat er voor God geen plaats was in zijn theorie. Dit kon immers ook niet, omdat Hugo leefde in de periode na de Reformatie. Hierdoor kwam de katholieke kerk ten val en een beroep doen op God als ultieme wetgever is niet mogelijk als protestantse en rooms-katholieken met elkaar in strijd zijn. Hugo de Groot was een voorstander van het intellectualisme. Dit houdt in dat het natuurrecht zo onveranderlijk is dat zelfs God het niet kan aanpassen. Ook de nadruk in de natuurrechttheorie van Hugo de Groot is anders. Hij heeft het vooral over zelfbehoud en eigendommen. Hiermee bedoelt hij dat in de natuur mensen de neiging tot zelfbehoud hebben en het behouden van bezittingen en eigendom. Volgens de Groot mag de mens vrij over zichzelf beschikken. Tegenwoordig zouden we dit autonomie en onaantastbaarheid van het lichaam noemen. Volgens Hugo worden de plichten van mensen niet afgegeven door een goddelijk wetgever, maar doordat mensen dat aan elkaar verplicht zijn. We kennen dit als subjectieve rechten. Het verplichtende karakter in zijn theorie is dus dat mensen de plicht aan elkaar hebben. Ze mogen elkaar niet belemmeren in hun vrijheid of eigendommen. Kortom, Hugo de Groot had een moderne kijk op de natuurrechttheorie omdat God ondergeschikt is geworden in zijn theorie. De natuurrecht is volgens hem eeuwig en onveranderbaar. Zelfs God kan deze niet wijzigen. In de theorie van Hugo de Groot staat het zelfbehoud en het recht op eigendom centraal van de mens. Mensen hebben de verplichting aan elkaar. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.